Hey, hallo mensen, welkom dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik maak even iets korts bekend, omdat ik nu voortaan dol ben op Super Mario. Heb ik hier Bowser? Hallo, hey, mijn naam is Bowser. Maar ja, kijk eens, sommigen denken van, what the fuck is er gebeurd? Dat ik ga stoppen met fucking voetbal volgen. Dat heb ik besluit genomen. Kijk eens, ik kan het gewoon niet meer aan. Dus kijk eens, later kijk eens. Ik denk dat het een handige besluit is om deze video op te nemen. Maar ik ga het gewoon doen voor jullie. Dat ik namelijk ga vertrekken bij de voetbal. Tenzij GSK Super Mario niet binnenhaalt. Maar ik vind het gewoon zo kut. Ik denk dat iedereen nu verbaasd opkijkt. Wat ga ik in de tussentijd dan doen? Ik ga kijken of ik weer dom kan weer zijn op Bas en Adriaan. En als dat lukt, kijk eens, zeg ik gewoon dat ik gewoon voetbal niet meer leuk vind. En dat ik het gewoon accepteer dat ik de beslissing heb gehouden zoals het is. Dus ja, ik accepteer de beslissing wel uiteindelijk om te gaan stoppen. Ja, kijk eens, sorry. Hoe ben ik tot dit besluit gekomen? Ja, ik heb een aantal weken geleden al gezegd dat ik wil stoppen met het voetballen volgen. En dat ik het niet meer ga doen. Dus kijk eens, er komt dus een nieuw iemand voor in de plaats. Wie het dan ook gaat worden. Achter mij verschijnt dan dat ik helaas dan Super Mario niet. Dat ik Super Mario voor mijn taak heb neergezet. Super Mario. En dat ik gewoon weg ga bij voetbal dus. Alvast wil ik jullie even mededelen dat ik ga vertrekken. Dat ik nooit meer terugkom en dat ik gewoon Mario blijf volgen. Dus dikke vette peace, kijkers. Hoe ben ik nou tot dit besluit gekomen? 2 weken geleden zaten Yoshi en ik om de tafel te zitten. Of ik eventueel voetbal heel leuk vind. Ik vind het niet meer leuk, dus. Kijkers, ik verlaat het met pijn in mijn hart, want ik vond het gewoon leuk. En ik kijk. Vanaf maandag, volgende week maandag terug op een mooie periode. En zondag is mijn laatste dag. En dan nemen we van elkaar afscheid. En dan weet ik ook dat het in mijn pijn hard voelt. Ik ga nog een beslissing maken of ik het terug wil gaan doen. Dus, kijkers. Helaas, sorry jongens. Kijkers, ik bedank jullie voor deze video. Dus, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Wat ik moet doen. Moet ik stoppen of doorgaan? Laat het me weten in de reactie. Doe een blauw duimpje omhoog.